Oké, dames en heren, goedenavond. Welkom op de nabeschouwing van de wedstrijd Waasland-Beveren-Anderlecht. Een wedstrijd geëindigd op 0-2 in het voordeel van de landskampioen. Bij ons de twee coaches en ik ben benieuwd naar hun analyse van deze wedstrijd. Meneer Hazi, goedenavond en welkom goedenavond. Op de Freetiel. Ja, 0-2, een juiste uitslag volgens jou. Heeft Anderlecht verdiend gewonnen? Ik denk wel. Ik denk dat wij aan de wedstrijd zeer goed begonnen zijn. We hebben wedstrijden buiten huis. De laatste twee vooral op Charlois en Monschoen. Met totaal een andere instelling. Vandaag was het de instelling heel goed. De mentaliteit was in orde. Alleen om pijn te doen aan Beveren deden wij te traag. Dat moest sneller gaan. Want zij komen altijd in de organisatie. En dan kunnen wij praat niet bereiken tussen de lijnen. Dus we krijgen die penalty en scoor je op een goed moment. Alleen dan zijn we te veel in het spel van Van Beveren gaan spelen. Weet je? De lange bal dan zoeken en dan die tweede bal. En in duels, ja, we hoefden dat niet te doen. We moesten gewoon onze spel spelen. Tweede helft, je wist dat, dat mijn collega gaat Ibo en een bal brengen. Dus ik heb daarvoor gewaarschuwd. Ik heb gezegd tegen de Donker dat hij kort erbij verdedigen moest blijven. Ja, dat was zo powerplay van Beveren. En krijgen ze nog een gevaarlijke kans daar. Een paar fouten. Ze lokten wel. En we konden die tegenaanval dan net niet goed uitspelen. Of die tweede goal maken. Dat wist je, als maar 1-0 blijft, dan dat wordt gevaarlijk tot einde. Ja, want ik zag je boos worden bij die 5 minuten extra van de vierde scheidsrechter. Je was er niet gerust op. Nee, ik was niet. Ik vond dat te veel. Daarom was ik boos. Niet omdat het niet ongerust was. Ja. Zolang het zo blijft, dan kan altijd een bal vallen en een prutsbal en dan verliezen de punten. Dus. Maar ik moet wel Beveren ook feliciteren. Ze hebben wel alles gegeven en ze hebben ook vol voor gevochten. Want ze misten ook een paar belangrijke spelers. Dus over mentaliteit ben ik zeer tevreden. Ja, karakter hebben ze getoond. We pakken wel 3 gele kaarten. Ik vind het spijtig voor de Donker. Want dat hij geschorst is, want in feite die jongen verdiende niet. Er zijn 2 gele kaarten waar we misschien overdrijven. Bijma verdient wel gele kaarten. Hij gaat achteraan staan bij die jongen. Die jongen had de bal in zijn borst. En Steven, ja. Ik heb die fase niet kunnen zien van mijn punt. Ik vond dat hij niks deed, maar... Daar heeft hij wel getrapt op de voet van de tegenpartij. Dus een gele kaart, spijtige zaak dat wij 3 jongens moeten missen volgende week. Ja, 3 punten zijn binnen. Ja, volgende week of binnen enkele dagen Westerlo. Ja, ook voor die 3 punten om dan met een goed gevoel het einde jaar in te gaan. Ja, ik heb 3 wedstrijden die overblijfden in de competitie. Oostende, Beveren en thuis Westerlo. Ik heb gevraagd van spelers 9 op 9 pakken. Is een must voor ons. Mm. En we hebben tot nu toe goed gereageerd. We hebben 2 weken geleden een goede match gespeeld op Dortmund. 1-1. Thuis tegen Oostende houden we 0. Scoren we 3 goals. Op Zultenwaregem zijn we te veel beloond met 0-3. Maar houden we wel de 0. En vandaag houden we ook 0 voor. Dat is voor mijn verdedigers wel... misschien goed voor hun vertrouwen. Dus ja, we moeten die punten pakken, omdat wij veel te veel punten laten liggen. Ja, oké. Okay, dankjewel, beste Kazi, voor uw antwoorden. Ik wens u nog veel succes de volgende weken. En een prettig eindejaar ook dank voor u. Ik heb even de microfoon verplaatst. Ja, Ronnie, ook goedenavond. Geen overwinning voor jou. Wat is uw opinie van deze wedstrijd als juist? Ja, we hadden 2 uur voor aanvang van de wedstrijd 2 jongens moeten testen of ze inderdaad fit zouden geraken voor deze wedstrijd tegen Anderlecht. Zijnde David de Storme en Robson. Het is jammer genoeg geen positieve test geweest, dus die haakten af. Gekozen voor een veldbezetting waarin er eigenlijk weinig ruimte zou zijn. Zonder defensief te denken en te spelen, weinig ruimte zou zijn tussen de linies. Ik denk dat de jongens dat goed uitgevoerd hebben. Dat hun spelbepalende spelers niet echt veel in de wedstrijd zouden komen.
Ik vind dat wij op een zeer spijtige manier een penalty tegenkrijgen. Enerzijds een domme fout, een domme hensbal, daar moet je eerlijk in zijn. Maar anderzijds, de oorzaak ligt dus weer in een fase waar de grensrechter op een heel korte afstand van de fase staat. En ik denk dat heel veel mensen de tribune gezien hebben dat de speler van Anderlecht tegen zijn eigen been trapt. Maar hij geeft wel een corner die dan daaraan vooraf gaat. En dat is dan heel jammer dat als gevolg heeft. Dan hebben we denk ik een heel goede kans met Renault, waar Proto goed redt. En dan aan de rust gevraagd dat op basis van het laatste kwartier van de eerste helft Waasland-Beveren dezelfde manier van spelen zou hanteren. Iets meer druk, nog meer druk proberen in dat eerste kwartier 20 minuten te ontwikkelen. Ik vond dat aardig tot goed zijn, maar vond dan toch om daar twee frisse jongens voorin nog bij te zetten met Ibu en Baldé. Ik denk op basis van die tweede helft dat we het gevoel hadden, oké, we kunnen misschien wel hier op een counter lopen, maar anderzijds hing toch wel een kans of een doelpunt in de lucht om gelijk te maken. Ik denk dat we een goede mogelijkheid gehad hebben met Ibu, met zijn actie naar binnen. En anderzijds een aantal ballen die net in de kluts voor ons vielen, maar waar Proto dan goed op reageerde. En dan is het jammer dat je in de 92e minuut of in blessuretijd de 0-2 moet slikken na weer dom balverlies. Dus twee vermijdbare doelpunten die we tegenkrijgen. Op basis van deze wedstrijd zou ik durven zeggen, hier had een punt in gezeten tegen dit Anderlecht. Dat gevoel had ik misschien wel ook. Heb ik het dan ook goed dat ondanks dit verlies je wel moed krijgt, hoop krijgt? Ja, ontgoocheling is groot omwille van een gemiste kans misschien, dat je achteraf moet zeggen. Anderzijds heeft deze groep toch voldoende tot goed weerwerk geboden aan een Anderlecht dat toch bij momenten goed voetbal brengt en ook op Europees vlak getoond heeft dat ze toch over heel, heel veel kwaliteiten beschikken. En die kwaliteiten die ze hebben, hebben we voor een stuk kunnen beperken en minimaliseren. En anderzijds zelf een balbezit misschien iets te weinig kunnen brengen, maar toch voldoende om dan het geluk te moeten kunnen afdwingen om een kans of een doelpunt te creëren of te maken. Ja, en donderdag wacht die zeer belangrijke wedstrijd op Cercle Brugge. Met welke ingesteldheid ga je naar Jan Breydel? Met dezelfde ingesteldheid als voor deze wedstrijd. Dus los van het resultaat vandaag zou dat toch een wedstrijd voor Waasland-Beveren en ook voor Cercle Brugge zijn die heel, heel belangrijk is. En ik denk dat gewoon die wedstrijd als dusdanig moet aangepakt worden, zoals we ook hier vandaag voor de wedstrijd zeiden. Het zal een cupgame moeten zijn en dat gaan we proberen in Cercle ook te doen. Ja, oké, dankjewel Ronnie van Geneude en heel veel succes donderdag in Brugge. Zijn er vragen voor een van de twee coaches? Ja, ik ga even de vraag herhalen voor de supporters in het stadion. Wat is de rol van Den Donker voor de defensie van Anderlecht? Ik zou zeggen, eerst moet je een Zagala noemen. Want, sinds zijn inbreng hebben we echt een linksbak. En kan zijn dat de inbreng van Leander. Want Leander heeft vandaag ook een heel goede wedstrijd gespeeld. Daarom ik vond het zo spijtig dat hij die tweede gele kaart pakt op het einde. En dat wij hem moeten missen tegen Westerlo. Maar stond beter in organisatie. Ja, op een bepaald moment voor Dortmund, die organisatie was zoek. Wij slikten dan te gemakkelijke goals. Maar dan moet je niet gaan wijzen alleen op verdedigers. Die mensen vooraan ook. Als je ziet vandaag dat als het nodig was, dat ook Mitrovic ging achteraan mij verdedigen. Dus ja, ik wil wel die mentaliteit wel zien. Maar elke wedstrijd. En meestal was zo uit wedstrijden, zo gezegd kleine wedstrijden, dat wij niet brachten. En, het kan zijn dat met de inbreng van Leander de concurrentie is scherper geworden. Dus zij weten ook dat de plaatsen duur zijn. In enige plek waar ik wat keuze heb, is middenveld.
maar te puzzelen tegen Westerlo. Echt, als er nog een geblesseerd of komt, dat kan moeilijk zijn om 11 spelers te... Ja, maar, voor Westerlo wordt het moeilijk om 11 spelers samen te brengen. We hebben ook een paar in min 15, heb ik gehoord, dus we kunnen die nog halen. Nee, serieus, we hebben andere jongens, dus het is niet eerlijk om tegen de anderen ook te zeggen van we hebben geen keuze, we hebben keuze. Dus we gaan die keuze maken en het is dan nu ook om te bewijzen. Dus het kan zijn dat wij Sylvia Proto ook verliezen, want ik wil hem absoluut op stage wel topfit hebben. En hij moet een kleine ingreep hebben, dus... We moeten beslissen nu voor dat maandag of voor dat de week daarop. Als we de week daarop doen, dan is het gevaarlijk om op stage nog pijn te hebben. Dus we moeten een keuze maken. Maar zelf als we een keuze maken voor Davy, we hebben alle vertrouwen in hem. Ja, eerst de selectie voor Alvarez. Nee, Cabasel is sowieso uit met blessure. Hij heeft 2 dagen voor de match in zijn adductor even iets gevoeld. En was risico te groot. Maar ik wou Alvarez ook belonen. Hij is nu fit. Normaal gezien moest hij met de B-ploeg spelen. Want hij moet nog veel matchen met de B-ploeg spelen. Want die heeft al bijna 3 jaar niet meer gespeeld. Maar ik wou de jongen ook mentaal ook... wat terugbrengen, want die heeft heel veel moeten revalideren en werken. En ik wou hem iets geven. Ik had gehoopt voor de laatste match, maar